Wat was Gigi Hadid geworden als ze niet voor een modellencarrière had gekozen? Gigi Hadid rekent af met cyberpesten. Gigi Hadid, nou, ik weet dat ze half Nederlands is en ze is een model. Maar meer dan dat weet ik niet over haar. Wie is zij nou echt? Gigi Hadid. Gigi Hadid is een Amerikaans fotomodel en televisiepersoonlijkheid. Geboren op 23 april 1995 in L.A. Ze is een kind van Mohamed Hadid en de Nederlandse Yolanda Hadid. Ze heeft een zus Bella van 21 en een broertje Anwar van 18, ook beide model. Geinig. Ook heeft ze nog twee oudere halfzussen van haar vaders kant. Gigi's modellencarrière begon toen ze 2 jaar oud was en floreert sindsdien. In 2016 is ze dan ook benoemd tot internationaal model van het jaar door Vogue. Maar weten jullie ook wat Gigi was gaan doen als ze geen modellencarrière was begonnen? Ja, nou, wat was ze dan? Wat was Gigi Hadid geworden als ze niet voor een modellencarrière had gekozen? Actrice. Een rijke man trouwen. Oei, dat is allebei fout. Ze was iets begonnen met psychocriminologie dan. Ze had zich al aangemeld aan de NYU hiervoor, maar helaas, het lukte toch niet naast het drukke schema als model. We gaan door naar de volgende vraag. Mohamed Hadid, de vader van Gigi, werkte in het vastgoed en heeft megagrote hotels en megagrote villa's. Hiermee heeft hij een geschat vermogen opgebouwd van hoeveel miljoen dollar? 5? 10? 15! Dit is fout. Nee, het is 100. Ja, 100 miljoen dollar ongeveer. We gaan door naar de volgende vraag. Gigi's modellencarrière begon op een hele jonge leeftijd. Hoe oud was ze? Ben je nou aan het googelen? 2 jaar. Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Gigi de moeder scheidde van haar vader en trouwde met David Foster. Die eerder was getrouwd met Linda Jenner, die weer is gescheiden van Bruce Jenner. Wat de vader, of nou ja, de moeder is van Kylie Jenner. Dus kan je zeggen dat Gigi en Kylie ver familie van elkaar zijn. Hè? Oké, dat was meer info dan de vraag. We gaan door naar de volgende vraag. Wat is Gigi haar echte naam? Ja, doe jij Jigglypuff? Selena. Does anyone ever call you by your real name? Jolina? Okay. In 2014 is een ziekte bij Gigi geconstateerd. Welke is dat? Ja, die weet ik. Dat is Hashimoto. Dat is een chronische ontsteking aan je schildklier. Waarbij allemaal verschillende symptomen kunnen ontstaan. Zoals gewichtstoename, haarverlies, maar ook spierspasmen. En dat is allemaal heel vervelend. Ja. Oké, weet je dan ook hoe je dat krijgt? Dat is erfelijk. Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Gigi deed als kleine Gigi mee aan de Junior Olympics. Met welke sport was dat? Paardrijden. Nee, het is turnen. Oei, dat is niet correct. Het was volleybal. We gaan door naar alweer de allerlaatste vraag. Tot nu toe staat Rijk voor. Yes! In 2016 is Gigi Hadid aangevallen door Vitali Siduc. Gelukkig was hij hiervoor getraind en vocht ze terug. Siduc, een personality uit Oekraïne, heeft dit vaker gedaan bij onder andere wie? Noem 1 naam. Geen idee. Hey, Will Smith. Ja, nou, Will Smith, dat is helemaal correct. Leonardo DiCaprio en Selena Gomez waren andere namen die goed waren gerekend, maar Will Smith is ook net zo waar. Dit was alweer de aflevering van deze week. We hebben weer iemand leren kennen, namelijk Gigi Hadid. En volgende week hebben we weer een interessante celebrity. Dan zie ik je weer gewoon volgende week.